Wow. Ik wil je nog wel even horen in andere weekenden, hè? Want dit is de eerste. Hallo, goedemorgen, vrijdag, happy Friday! Ik heb zo'n ochtend dat ik echt niet wakker kan worden. Ik heb echt freaking hoofdpijn. Jax was om 5:30 wakker. Toen moest Bart er ook uit om te werken. En toen ben ik er ook uit gegaan. Toen was Jola ook vet vroeg wakker. Dus we waren al vet snel klaar met alles. Met het gevolg dat ik nu om 7:30 een potje ga kaarten met Jola. Kwartet, goedemorgen. Cadeautje met de mazelen in bed? Nee. Heb jij van Jans? Jans heeft taart gebakken. Oeh. Super schattig trouwens. Dit is een heel oud kaartspel. Kaartspel, kwartet. En die hadden we laatst gekocht voor 50 cent bij de Noppes. Maar dat is toch wel helemaal compleet? Ja. Dan hebben we gecheckt, hè? Het is echt zo'n ochtend dat ik alleen maar kan denken aan sloten vol met koffie. Maar die heb ik al op. En ik mag er maar één, want ik moet zo weer borstvoeding geven. Ik ga even muziek luisteren, dat gaat vast helpen. Het is dus echt serieus heel erg stil, al heel lang. Maar het is al 10:30. Dus ik ga maar even kijken. Hallo! Dan slaap je lekker op, hè? Als het zo koud is buiten. Het begint haast te lijken alsof je al wat meer haar krijgt, hè? Ja. Ik moet vandaag thuis blijven tot een bepaalde tijd. Want er wordt iets bezorgd vandaag. Het is namelijk de allernieuwste iPhone. Namelijk de... Ik heb geen flauw idee hoe die heet. En hij is ook niet voor mij. Hij is uiteraard voor Bart. Die moet altijd meteen een nieuwe iPhone hebben. En dan verzint hij er wel weer een of andere smoes bij, waardoor hij hem meteen nodig heeft. Dit keer is dat een nieuwe iPhone een soort van duo sim ding heeft. Hij heeft nu dus een zakelijke telefoon en een privé telefoon. En die kan hij dan allebei verkopen. En dan kan hij nu zowel zakelijk als privé in één telefoon hebben. Dat is wel heel erg handig. En natuurlijk ook wel gunstig, omdat je dan ja een twee keer zo'n dure telefoon kan kopen. Wat hij dus ook doet. Maar goed, ik ga hem dus even aan jullie laten zien wanneer hij straks binnen is. Tot die tijd kan ik de deur niet uit. Ik ga het kantoor opruimen. Het is nu een vette rommel. Laat ik dat eerst even laten zien. Dit is een beetje van bovenaf. Dit is Bart zijn hoekje met al zijn rommel. Dat ga ik een beetje opslapen, stapelen en in de hoek smijten. Dan heb ik daar geen last van. Dan dit is zeg maar echt mijn rommel. Daaronder liggen allemaal camera-spullen gewoon door elkaar heen. Gewoon allemaal oude dingen. Kijk dan wat je hier gewoon vindt. Mijn BlackBerry! Kastje waar gewoon echt geen touw aan vast te knopen. Alles ligt erin. Ja, dan daar weer een camera. Weer camera-spullen. Camera-spullen zijn echt all over the place. Let's do this. Oh ja, en dan nog deze muur. Dat heb ik ooit geprobeerd om een soort van leuk te maken. Maar niet gelukt zoals je ziet. Daar liggen ook gewoon nog delen van wat ik ooit van plan was. Het werd op de muur niet zoals het in mijn hoofd stond. Nou goed, that's it. Dit is ervan gekomen. Ik ga eerst maar eens even al deze nootjes weghalen. Deze heeft Bart dus een keer voor mij gekocht omdat ik zei dat ik zo gek ben op Sims. En vervolgens ligt hij hier gewoon nog helemaal onaangebroken. Omdat ik dus echt geen tijd heb voor zulke onzin. Een zonnebril. De nieuwste iPhone waarvan ik niet weet hoe die heet. Een iPhone 10S Max. 10S Max in the house. Max. Max XS. Extra small? Extra big. Oh! Dit is zo leuk om open te maken. En zo niet leuk dat ik het niet heb. Nee hoor, ik ben heel erg blij met mijn telefoon. Het belangrijkste voor mij is namelijk dat hij gewoon super veel ruimte heeft. En dat heeft hij nog. Dus ik hoef nog geen nieuw. Wat ik wel heel erg jammer vind, wat ik niet heb op deze, is die focusfunctie op de camera. Oh. Wow. Bart heeft zwart uitgekozen. Wat lelijk. Oh nee. Wow. Nee, dit is geen zwart. Wow. Oh, wit.
Wow. Oeh, nu al vet lekker. Waar is de aanknop? Hé, hey, hij gaat aan. Duurt lang. Hij is nu al traag. Hallo. Ik heb hem lekker al aangedaan. Wow, het is heel... Het leest heel chill nu al. Het is net alsof het heel rustig is of zo. Snap je wat ik bedoel? Wow, gok. Huh? Wow, kaas naast elkaar. Hij staat nu configureren een nieuwe iPhone. Je kan het nu gelijk overzetten. Dat detecteert hij. Nah. Ouwe. Oh, je kan ook meteen met mijn telefoon. Oh, dit is wel handig hoor. Wow. Kijk, wow. En dan moet je dus... En hoeveel gig heb je? 256. Is dat de grootste? Nee, je hebt ook nog 512. Oh, die wil ik. Doe even normaal. Ja, we zijn wel op de helft van deze. Hier staat 100. Schat, het gaat helemaal nergens over hoe duur dat is. Dit is een iPhone Plus. Een iPhone 6 of 7 Plus. En dit is een X10S Max. Zie je, ze zijn even groot, alleen hier heb je natuurlijk een veel groter scherm. Hij is iets minder breed, zie je? Ben je blij dat je nu weer dat groot hebt? Ja, heel blij. Want dit is toch echt wel een stuk kleiner. Wow. Wat is dat ook? Wat is de nieuwste? Die. Dit is de nieuwste. Dit is een? Dit is een roze, dus mijne. Dat zie je meteen aan de oortjes en de roze. Als je nog vragen hebt over deze mooie nieuwe iPhone van Bart, stel ze dan even in de reactie hieronder. Dan zal Bart daar vast nog even antwoord op geven. Geen samenwerking. Totaal you wish. Niks. You wish. Alsof je dat nog hoeft te vermelden. Wat een lekker jongetje ben jij, hè? Het hagelt weer eens, joh. Wat een... Dit zijn gewoon ijsbrokken. Ik dacht al, wat is het hard. Wow. Super opgeruimd. Heel erg fijn. Netjes. Voor mijn doen. Hier moet echt nog iets leuks aan de muur gedaan worden. Misschien hebben jullie nog ideetjes voor dit muurtje. Ik vind gewoon, dit moet echt een leuk muurtje worden. Deze spiegel kan hier ook wel weg trouwens. Hier zitten we toch zoveel. Hallo. Het is zaterdag vandaag. Heerlijk. We hebben weekend. Olé! En we zijn vrij. Bart heeft al gesport. Ik ben omgekleed voor een verjaardag waar we straks heen gaan. Bart vroeg of ik hout ga hakken. Leuk, Bart. Even hout hakken. Aardig. Jola die is limited edition. Ik heb laatst geprobeerd uit te leggen wat limited edition is. Maar dan is het vervolgens wel weer een beetje raar dat het op dit t-shirt staat. Maar vervolgens heel veel edities van Stijn. En ik heb deze laars aan die ik via een meisje had gekocht op United World. Vind ik zelf super leuk. Zijn van Poel en Beer van vorig jaar. I don't know of ze nog steeds hebben, maar ze zitten hier dus een beetje los. Dat is dus wel jammer. Maar ja, daar ontkom je natuurlijk niet aan. En zeker niet wanneer ze al gebruikt zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat het zit precies bij je knieën. Ik ga even Jax leuk aankleden. Jola de haar doen. Cadeautje inpakken. Nou, dat is mooi. Ja, zijn strik moet nog even recht. Vind je nou van die mooie outfit? Kom eens kijken. Hoe wit mijn haar is eigenlijk. Wow. Wow. We gaan nu Expeditie Robinson kijken en pizza eten. We zijn allemaal in onze chillkleding, inclusief hey, Superman. Jax. Voor degene die zich afvragen hoe Jax zich voelt. Superman. Superman. 2 hours later. Ik ben serieus bijna flauw gevallen. Het heeft 2 uur geduurd. We hebben serieus besteld om 6 uur. En het is nu 8 uur. 2 uur. Serieus, New York pizza. Wij gaan nooit, nooit, nooit meer bij jullie bestellen. En het antwoord dat je krijgt wanneer je belt, terwijl het 2 uur duurt, is... Ja, het is weekend. Dus... En Nienke die gaat hoor. Zet je beste puntje voor. Zet je beste puntje voor. Zet je beste puntje voor. Oh my, oh my, oh my. Get up on your feet. Put your hands together. Get up on your feet. Put your hands together.
gaan. Fit en zonde. Fit boy. Heerlijk. Het is het lekkerste wat er is. Ja, zeker. Lekker rustig trainen. Denk hey, je? Ik wil je nog wel even horen in andere weekenden, want dit is de eerste. Ja. De eerste fit en zonde. Na de vakantie. Ja. Zo, Bart is ook in zijn sportkleren. Die gaat me afwisselen. Maar bam. Eerst even ontbijten. Flow training. Flow training. Dat moet als eerst. Het zondagochtenddansje voor Yola. Zondagochtenddansje. Sunday dinner. Jo is op tv! Hé, baby. Dit is toch het drama van elke vrouw. Hoe lang je in zijn hand doet met een super gespierd lichaam. Maar dat was dit. Kapje. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal maandag weer in een nieuwe vlog. Bye bye! Ik kom op de grond. Ik heb brood opgemaakt. Ik hoop dat ik nog wat in de vriezer heb.